is mooi weer buiten, dus geen regen, dus geen storende geluiden van buitenaf. Ik heb op mijn palet heb ik Van Dijkbruin, Indigo Blauw en een klein beetje rode omber klaargemaakt. En ik ga nu zeg maar zijn jas, ik weet niet precies wat het voor moet stellen, maar het is een beetje pluizig. Dus er kan iets van bont of zo erop zitten. Het is een beetje onduidelijk, maar het is over het algemeen helemaal zwart. Dus ik ga indigo blauw mengen met Van Dijkbruin, zodat ik een mooie kleur zwart krijg. En dat ga ik maar eens eventjes mee aan de gang. Netjes onder de kraag. Een beetje breed penseel, is het gauw klaar. De randen laat ik eventjes open, omdat ik daar straks met rode omber op ga zitten smeren. Een beetje, hoe zou ik het zeggen, de pluizigheid van het bont. Van het kledingstuk wat hij aan heeft, om dat dus een beetje aan te kunnen maken. Donkere kleurverf kun je ook goed zien of alles op het doek goed gedekt is, dat je er geen witte puntjes in ziet. Dat is natuurlijk een beetje storend als je overal witte puntjes tegenkomt in het schilderij. Een beetje ronddraaiende beweging, zodat al die poriën van het doek mooi gevuld worden met verf. Op, dus ik moest even wat indigo erbij doen. Klaar is, dan probeer ik een beetje de vorm te bepalen hoe die jas ongeveer zou lopen, zodat de streek van het penseel een beetje overeenkomt. Zoals je ziet doe ik aan de zijkanten de bolling goed insmeren met verf. Dat is straks makkelijker voor de lijstenmaker. Als je een beetje van de rand afblijft, dan moet hij er van de lijst een stuk uitfrezen, zodat hij over de verf komt. En anders krijg je van die witte vlekken aan de zijkant. Vandaar dat ik altijd de bolling mee schilder. En de zijkanten schilder ik nooit mee, of tenminste heel zelden. De zijkanten die schilder je alleen mee als je er nooit geen lijst omheen doet. Of als je er een baklijst omheen gaat laten maken. En ja, ik hou toch meer van de traditionele lijsten. En vooral met dit soort schilderijen, dan moet je niet in een baklijst doen, denk ik. Dus vandaar dat ik de bollingen van de hoeken van de schilder
van het doek goed mee schilder. Als ik iets wits zie, dan ga ik er altijd nog eventjes overheen. Dat kun je nu nog mooi doen, nu het nog nat is. En nog steeds dezelfde kleur verf hebt. Als je het laat drogen en je gaat later nog eens een keertje eroverheen, dan heb je kans dat toch de kleur die je hebt gemaakt in het begin, als je het de tweede keer maakt, dat het toch anders is. Krijg je van die vlekken. En dat is natuurlijk niet mooi. Straks ga ik eventjes langs de kraag. Zodat de plooitjes van de kraag een beetje geaccentueerd gaan worden straks. Een plat penseel gepakt, een beetje breed, maatje 18. Stuk volgen. Ik neem aan dat het een beetje schuin loopt. We hebben het penseel schoongemaakt en ik ga nu verder met een kattentong. Daar kan ik toch iets meer nauwkeuriger mee werken. Dus dan gaan we bij de kraag een beetje bijwerken. Langs de getekende kraag. Even de foto bekijken. En de kraag ook weer loopt. Ja. Hier een beetje naar binnen. MUZIEK.
hier weer de witte puntjes goed vol smeren met verf. En als je nog wat tegenkomt onderweg, gewoon even vol smeren. Geprobeerd om met een platte penseel langs de randjes te gaan, maar ik vind toch de kattentong in dit geval toch iets beter. Dan kun je iets nauwkeuriger de lijntjes mee schilderen. Maar ja, dat is mijn gevoel. Ik heb ook nog een, even opzoeken wie die is, een kleinere mop. Habico penseel nummertje 10. Die is iets harder als die grote mop. En dan ga ik in ieder geval eventjes de overgang wat ik heb gemaakt met de kattentong en de platte penseel een beetje gelijk maken, zodat je geen verschil ziet. En ook weer proberen in de vorm van het kledingstuk, tenminste die penseelstreek in de richting van het kledingstuk te houden. En dan pak ik een klein rond penseeltje en dan ga ik kijken of ik met rode onder een beetje haartjes schilderen met gebrande omber. Zeg ik het weer verkeerd? Rode omber. Doordat je dus met die rode omber over het zwart gaat, op een gegeven moment, ik doe dus eerst aan de zijkant bovenkant van het schouderblad even die die
Die haartjes probeer ik een beetje te schilderen. Dat lukt nog niet altijd best, moet ik zeggen. En nu ga ik dus over dat zwart heen. En dan zie je dus dat ik een beetje aan het mengen ben met de rode omber. Schoonmaken. En dan pak ik de sleper, heel dun penseeltje, doe ik een beetje rode omber aan en dan kun je met die sleper wat haartjes gaan schilderen. Dat gaat iets beter als met een rood penseel. Krijg je nog het effect van een bont of iets harigs wat hij aan heeft. Aan de andere kant ook even. Allebei de kanten ongeveer hetzelfde effect. Zo, dit is zijn kledingstuk voor wat mij betreft helemaal klaar. En dan gaan we opmaken voor het volgende deel. Het is ingezoomd op de haartjes die ik geschilderd heb. Om even aan te geven dat hij iets van bont. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat het anders zou moeten zijn. Dat hij dat aan heeft. Toch een beetje.